Met je bieren zit je wel goed in deze zaak. Zeg je? Met de bieren zit het wel goed in deze zaak. Ja, sommigen zouden zeggen dat het te veel is. Ik geloof er wel in eigenlijk dat het... Ja, Zeeuwse bieren, dat hoort erbij. Ja, en een beetje wijn, ja, mooi. Vind ik dan. Hey Glenn, ja? heb je 2 minuten? Ja, want jij hebt vandaag echt een stressdag. Hè? Ik liep vanochtend al voorbij. Ja. Alles komt nu samen, producten moeten nog fijn op zijn plek worden gezet. Ja, het is echt puntjes op de i zetten nu. Ja. Dus laatste wijzigingen doorvoeren, prijskaartjes steken, producten opvoeren, schoonmaken. Ja. Zorg dat de winkel klaar staat voor vanavond voor de receptie. Ja, maar vanavond heb je receptie inderdaad. Ja, ja. Er komt ook de Spar directie, de Spar Nederland is dat. Ja. En ondernemers uit de straat, omwonenden, vrienden, familie. Dus, maar is dit de eerste City Spar in Zeeland? Of is dat, Het is de eerste City Spar in Zeeland. En daarmee hopen we de high traffic locaties, dus inderdaad winkelend publiek, met name te pakken. Maar hier zullen we ook een buurtfunctie gaan vervullen, dus voor de omwonenden en dergelijke. En de mede-ondernemers die ook tijdens lunchtijd hier een broodje kunnen halen of een yoghurtje. Een panini, belegbroodje. Ja, maar ik heb net even een rondje gedaan. Het is wel een supermarkt, maar inderdaad met een iets kleiner assortiment dan normale. Maar ik zie hier bijvoorbeeld buitengewoon veel bier. Ja, het ligt ook misschien een beetje nauw aan mijn eigen hart. Ik ben wel een vet speciaal bierliefhebber. Ik wilde ook lokaal houden. Dus we hebben hier ook een hele meter met alle Zeeuwse brouwers. Een metertje Zeeuws? Ja, het enige wat we helaas niet hebben is Brouwerij Kees. Maar die komt binnenkort zelf naar het centrum, heb ik begrepen. Oké, die konden we dus ook niet inkopen, helaas. Want Middelburgs Bier wordt eigenlijk ook een Middelburg. Maar dat was even lastig. Maar voor de rest hebben we van Slotto's de Edelton Brouwerij de Kip. Ja, ik kan ze geen zin denken, hebben eigenlijk in de winkel staan. Daarnaast hebben we ook de overige assortiment. We hebben bijvoorbeeld ook onze Duitse toerist gedacht. Dus we hebben ook een mooi Duitse assortiment met de Weissen, de Erdingers en et cetera. Ja goed, er zijn ook een heleboel Nederlanders die dat lekker vinden. Dus. En eigenlijk staat Spar City voor gemak. Ja, en over gemak gesproken, een van de dingen die ik persoonlijk het interessant vind, dat zijn jullie openingstijden. Ja. Jullie zijn alle dagen open. Ja, en we zijn 6 dagen in de week open van maandag tot zaterdag van 7 uur 's ochtends tot 22:00 PM. Dat is echt heel lang. Dat is echt heel lang. We hopen daarmee de eerste klant die gaat werken of naar het station gaat, of het station komt het binnen te halen voor een broodje, verse suderals, een croissantje. We hebben ook mooie ontbijtdeals. Zo kan je bijvoorbeeld een croissantje en een broodje voor een bepaalde prijs halen. En s'avonds, ben je een vergeten boodschap. We hebben jong en oud in de stad wonen. Het is een hele slechte hobby, maar ik spreek heel veel mensen die roken. Ik ben zelf ook aan roken. Ja. En jullie verkopen ook, al is het uit het zicht, ook tabak, hè? Zolang het nog duurt wel, want dat is natuurlijk bij de wetgeving. Ja, het is een beetje een dingetje, inderdaad. Maar we verkopen inderdaad tabak. Krijg je zondagmiddag visite, heb je geen wijn meer in huis, of heb je even geen bier meer in huis. In principe kan je het gewoon gelijk gekoeld kopen bij ons. Je hoeft thuis niet meer eerst de koelkant, waar ik gewoon gelijk gebruiken. Hetzelfde geldt voor de wijn, niks drankjes, kratten, blikjes. In principe hebben we alles staan. Ja. We hebben een mooi ruim tappers assortiment, ook in de winkel. Ik zag ook pizza slices bijvoorbeeld, dat soort dingen heb je ook. Pizza slices, we hebben ook... smoothies, snoep, frisdrank, van alles smoothies. Heb je gewoon... In principe kan je alles krijgen. We hebben dus inderdaad een hele stukje food service stuk. Dus even voor on the go, kleine yoghurtjes, een verse smoothie, croissantje, noem maar op.
Ja, en voor de vergeten boodschap kun je bij ons ook terecht. Nou, ja, dat gaat gewoon helemaal goed. En dus morgen vanaf 7 uur ben je geopend. Morgen vanaf 7 uur zijn we geopend. Iedereen van harte welkom. Iedereen is van harte welkom. Ik nodig ook iedereen uit om te komen. Ja, uiteraard. En maar jij bent eigenlijk een Goestenaar en jij gaat gewoon Middelburg veroveren, ja, toch? Ja, 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 maar wel een geboren Zeeuw. Dus nou ja, daar gaat het ook om. En volgens mij vermaak jij jou prima. Heb ik jou niet eens zien zitten bij Desafinado ook aan? Ja, 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 dat klopt, zeker, zeker. Die hebben ook trouwens een heel mooi assortiment aan, ja, aan bier. Dat, dus, dat is een sympathiek café ook. Dus een soort zorg, zeg maar. Ja, precies. Ja. Hey Glenn, leuk om kennis te maken, ja, en heel veel succes hier in Middelburg. We zien elkaar binnenkort. Dankjewel, super.